Ja, u ziet direct, dit is pure flauwekul. Maar dit is gedaan voor de kijkcijfers en omdat de makers dol zijn op lollige visuele elementen. Maar nogmaals, dit is scherts. Hier vanuit de studio informatie bij de beelden van de historicus en Amerikanist, dat zeg ik goed, Maarten van Rossum van de Universiteit van Utrecht. Welkom, meneer van Rossum. En de Mrs. Reagan. Ja, haar vogeltje, hè, die mevrouw Reagan. De gasten van vanavond, naast Raoul, een historicus die gespecialiseerd is in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. En hij is een groot liefhebber van de Donald Duck. Dat is natuurlijk ook bijna hetzelfde. Maarten van Rossum. Het wordt nou alles maar gezegd, maar ik ben tegenwoordig, ik was vroeger een groot liefhebber van de Donald Duck. Van de verhalen, van de verhalen van Karl Barks. Maar van de verhalen die niet van Karl Barks zijn, ben ik helemaal geen grote liefhebber. Dus waarvan de akte? Ik lees dat blad al, ik schat toch al een jaar of 40 niet meer. Waarom? Ja, je wordt voortdurend achtervolgd met dingen. Ik ga even een gast die, even doen. Die dan, met de werkelijkheid van doen. Maar ik onderbreek je even. Ik doe nog even een gast. En dan beginnen we met de eerste ronde. Ik begrijp dat we alle tijd hebben omdat 2/3 weggeknipt wordt. Dat, ja. Sterker nog. Ja. Ja. Dit zeker. Dus, ja, want je moet wel die 2/3 moet je wel hebben. Ja. Anders heb je niks te knippen. There's certainly a lot we need to talk about. So let's please welcome to our program Mr. Maarten van Rossum. I'm glad you're finally here, sir. Okay. What enthusiasm! Ik merk het niet. Ik heb het vaak ook bij colleges gehad dat een groep meisjes op de 2/3 gewoon elkaar vakantiefoto's gingen laten zien. Dus na een tijdje denk je, zou ik eens vragen of ik ook mee mag kijken? En dan reageren ze heel geschrokken, want we waren helemaal vergeten dat we op college zaten. Ja. So, I'm 59. I'm preparing for death. You're preparing for death? It's almost over for you, isn't it? That's it. Oh, Maarten. Oh, buddy, let me give you a hug, okay? That is why... That's... May I say something about hugging? Yes, sir. Say something about hugging. Yeah, because I think hugging is one of the most terrible export products of the United States. Abortusvraagstuk is een belangrijk vraagstuk. Daar gaat Obama. Dat heeft nou juist niet zo'n belangrijke rol gespeeld. Laat me nou eens even uitpraten. Nee, ik heb jou ook nog niet in de reden gevallen. Maar illustratie maken. Nee, maar ik maak mijn onderwerp af als het mag. Kunt u even stil zijn, meneer Van Rossum? Nee, dat lukt. Is afhankelijk maar, van de leider van dit gesprek. Dit flitste er net nog ruimschoots voorbij op die schermen daarachter. De voortreffelijke gespreksleiders. Namelijk dat de economie een alles dominerende rol heeft gespeeld. Nu. Met name in de laatste 4 weken. Mag ik even? Nu. Ja, u bent. Nu, ja. U zit te kloppen alsof ik de deur dicht gedaan helemaal, heb. Maar dat is niet helemaal niet. Ik begrijp dat u enorm geïrriteerd raakt, maar daar zit ik helemaal niet mee. Mijn ervaring is dat humor lang niet altijd op prijs gesteld wordt. Nou, kennelijk niet. Onderzoek wijst het uit. Ik kan daar tal van voorbeelden van geven waar ik zelf vond dat het ongelooflijk geestig was. Maar dat familie, kennis en vrienden dat helemaal niet met mij eens waren. De kans dat je gevoel voor humor werkelijk perfect spoort, is betrekkelijk klein. Bijvoorbeeld al mijn geestige opmerkingen in de Verenigde Staten, die vallen altijd dood. De Amerikanen hebben totaal geen gevoel voor humor. Althans, niet het mijne. Ik wil wel een praktisch voorbeeld geven. Toen die Challenger verongelukt was ik toevallig in de Verenigde Staten. En ik kon niet laten om te zeggen dat ik het wel enorm artistieke rookpatronen vond. En... Ironie, ja. En dat werd totaal niet op prijs gesteld. Ja. Gebrek aan tact kan je het ook. Misschien was je... Maarten, do you ever spin around in a field full of flowers happy as a child?
You ever do that? Hey, I'm so happy. You ever do that? No? Why should I do that? De broers hebben voor deze gelegenheid samen een top 3 van de lelijkste plekken van Nederland gemaakt. Vincent en Maarten van Rossum hier beide aan tafel. Nog 1 week en dan bent u officieel hoogleraar. Ja. Net zo hoog ja. Als uw broer. Bij mij gaat het niet lang meer duren. Dus. Nee. Volgens mij, jij bent al geëmeriteerd. En op nee, je 70ste houdt... Volgens mij niet, tenminste. Het is me nog niet opgevallen. Nou, maar op je 70ste heb je geen promotierecht meer. Oh, dat zou ik helemaal niet door rouw om zijn. Vanaf jongs af aan, broers, konden het goed met elkaar vinden. Heb ik nu al de indruk? Zeg ik iets geks? Nee, klopt, hè? Nou, niet van echt heel erg jongs af aan. Hij is... 10 jaar jong. Ja. Nou ja, toen ik nog... Ja, ik was heel klein en Maarten was wat ouder. Dus pas toen we pak een beet tussen de 30 en de 40 begonnen we elkaar te begrijpen. Die stemmen zijn identiek, hè? Als ik mijn ogen dicht doe, weet ik niet. Die spreekt volgens mij. Nou, bijna, ja. Ja, bijna. Toch? Jullie vinden elkaar ook volgens mij in de stelling dat stadsvernieuwers, dat zijn stadsvernielers. Is dat altijd, is dat zonder uitzondering een feit? Mensen die zich nu met een oude stad als Amsterdam bezighouden, die maken hem alleen maar lelijker? Ja, in principe is de beroepsgroep, dat zijn gevaarlijke gekken, ja. En dat is het wonderlijke ook in de Nederlandse politiek. We hebben dan discussie over Oeroesgan. Terwijl ik werkelijk geen flauw idee heb waar dat is en hoe dat eruit ziet. En ik ben er nog nooit geweest en ik ben niet van plan om er ooit naartoe te gaan. Terwijl de essentiële... Het essentiële politieke probleem is natuurlijk, wat willen wij met Nederland? Ja, ik zit alleen maar te lachen omdat u zo ontzettend op uw broer lijkt eigenlijk. Maar ook in het brommen. Het is een soort virtuoos... Ja, toch? Een top 3 hebben jullie samengemaakt van de lelijkste plekken van Nederland. Op nummer 3 vond ik opmerkelijk, want dat op nummer 1 Hoog Catharijn in Utrecht staat, dat begrijp ik goed. Het monument op de Dam. Ja. Wat mankeert daar aan, Maarten? Nou, precies. Moet je kijken hoe lelijk het is. Ja, maar dan even in jullie eigen theorie blijven. Zullen we het slopen? Nou, wacht even. Er was een magisch moment waarop het spontaan begon te desintegreren. Ja. Enkele jaren hek. En in plaats van dat ze toen hebben gezegd... Nou ja, de heren is kennelijk deze zaak niet gunstig gezien. Dus we laten het daarbij. We laten het gewoon aan elkaar vallen. Hebben ze de hele bubs naar een Duits bedrijf. Ja, die waren er goed in. Die hebben al die monumenten die in Europa vanwege de Duitse bezetting zijn opgericht. Daar leeft dat bedrijf van. Ja, echt waar. Echt waar. Die hebben ze daar echt gespecialiseerd. Neemt u dit betoog eens over? Ga gewoon eens door. Nou, het is op zich wonderbaar. dat inderdaad een Duits bedrijf is. Maar ja, die... Maar moeten we dan, zoals Wilders zegt, geen geld meer geven daar naartoe? Wilders is een idioot. Dat geldt eigenlijk voor elk denkbaar gebied waar de idioot zich over uitspreekt. En zijn ideeën terug naar de gulden, dat is zo achterlijk dat het eigenlijk nauwelijks de moeite van het commentaar waard is. Ik was zo blij dat ik werd uitgenodigd in de uitzending samen met Maarten. Omdat ik hem beschouw als een van de meest intelligente mannen. Waarvan het ook volstrekt helder is dat je dan zelf niet meer hoeft na te denken. Precies. Maarten, zijn er bepaalde lichaamsdelen die jou tegenstaan? Nee, ik ben 100% tevreden. Bovendien las ik laatst in de New York Times dat het voor de oudere man wel is aanbevolen om wat extra vetweefsel op te bouwen. Oh ja? Ja, dus ik bleek eigenlijk precies in de juiste richting mij ontwikkeld te hebben. Laat dat ook duidelijk zijn. Meneer Van Rossum, hoe gaat het? Slecht. Ja. Ik geniet met volle teugen. Ja, want u zit hier omdat u afgelopen zaterdag een stuk heeft geschreven in het Algemeen Dagblad dat u er helemaal gek van wordt. Ik heb het niet zelf geschreven, ik heb aan de telefoon enkele vragen beantwoord. Okay. Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik gun hem van harte dat hij daar fijn en licht geëmotioneerd over kan spreken. Maar nu, waarom zijn we er net te laat begonnen? Omdat Jack van Gelder te lang doorlulde over al die opstellingen, wat verder allemaal helemaal nergens op slaat. En wat doen we in feite? We zitten ons te erger aan Van Gelder die te lang doorlult.
En dat, wat doen wij dan vervolgens een dik kwartier? Gaan we een dik kwartier praten over die doelpunten die ik nu zo vaak in mijn leven heb gezien dat ik ze moeiteloos zelf zou kunnen maken. Ook op mijn leeftijd. He, want ook dat doelpunt van Basten tegen Rusland, dat schiet ik er moeiteloos in. Helemaal geen probleem. We hebben allemaal een mening, we zitten allemaal thuis op de bank en als we toevallig niet naar Boer zoekt vrouw kijken, dan hebben we overal een mening over. Vindt u dat niet goed dat iedereen een mening heeft? Iedereen heeft recht op een mening, mits die mening gebaseerd is op feiten. En wat vindt u van het Po-nieuws? Dat heb ik volgens mij één keer gezien, als ik me goed herinner. Mijn vrouw zei dat ik er even naar moest kijken en ik, ja, dat is een beetje pubertelevisie toch? Ik wist helemaal niet dat u dat was. Ik zie dat nu pas op uw microfoon staan, eerlijk gezegd. You will experience everything. And you will say to yourself, I have to vote for Barack. En het antwoord is, in de spot, no. Er is geen stoel. Het is een spotje van een anti-Obama groep uiteraard. En interessant is, het verhaal dat hij niet ervaring heeft. En dat hij, Maarten Verros, goedemiddag. Nog even wachten. Ik word in alle haast naar beneden gedirigeerd. En dan ben ik niet welkom. Wanneer bent u voor het laatst verliefd geweest? Grote god. Dat is een mooie vraag. Lang geleden. Ja, echt? Ja, ten eerste vind ik het veel te persoonlijk om serieus op te antwoorden. Dus het volgende antwoord is niet juist. Ah, dat vind ik jammer. Ja, dat is ook mooi. Ik kunt toch ook gewoon één keer wat... Of vindt u op tv moet je... Oh, ga ik ineens u zeggen. Dat je op tv nooit zoiets persoonlijk moet zeggen gewoon. Nou, ik zou daar zeer terughoudend mee zijn, maar goed, ik was voor het laatst verliefd toen ik 14 was. Echt? Nee, dat is dus niet waar. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen... Ik schrok er zo van. U heeft een geweldige stem, u heeft een geweldige uitstraling, u heeft een geweldige kennis. Er zijn volgens mij enorm veel vrouwen die echt... Ja, maar dan maak je toch een ingrijpende denkfout dat vrouwen in kennis geïnteresseerd zijn. Als je ergens in New York een aanslag zou willen plegen, dan op die twee torens staan. Vind ik het ook zo onverstandig dat ze nu een nog grotere toren er op die plek gaan bouwen. En één, nog erger eigenlijk. En je begrijpt dat op alle terrorisme scholen ter wereld zal dit de chef-exercitie zijn van... Als je dat lukt, dan word je echt professor in het terrorisme. Kees Vertwisten. Ja, dit is een Cadillac Escalade. Je klimt er echt in. Het is in feite een soort voorgebergte. Zo hoog. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the Ik probeerde de stoel een beetje achteruit te zetten voor mezelf. En onmiddellijk hield ik een onderdeel van de auto in mijn hand. Dat is natuurlijk toch een beetje een eigenaardige zaak. Als je naar de buitenafmetingen van deze auto kijkt. Dan zou je zeggen, nou, je kunt die auto rustig verhuren als mobiel vakantieverblijf. Het is volledig over de top. Dit is een soort kasteel op wielen. Het tijdperk van de mastodont, de mammoet, weet ik hoe u het precies noemen wil, het gemotoriseerde nijlpaard, is voorbij. Georganiseerd en de CIA, er is bijvoorbeeld de theorie, dat is, zie je ook in die film van Stone, het hele misleidende, levensgevaarlijke klote film. Maar mensen laten zich makkelijk manipuleren. Ja. Slimste mens met een nieuwe kandidaat die als geen ander kan inschatten of we goed gekleed gaan. Er zitten hier een paar bekende Nederlanders. Kun je even, laten we zeggen, ze recenseren? Mag ik ook wat van Maarten zeggen? Ja, nee. Het goede nieuws is voor het najaar, zwart is het nieuwe zwart, maar dit is toch een beetje het oude zwart. Misschien moeten we naar aflopen. Zo is het, scherp is het nog nooit gesteld, Maarten. Ik ben 68, dus ik voel mij daar wel bij deze observaties. Het zou eigenlijk vrij droevig zijn als ik het nieuwe zwart aan zou hebben. Ik heb niet de geringste... Zij bedoelt het misschien anders. Ik heb niet de geringste ambitie om er jong uit te zien, om een kwieke indruk te maken, om de suggestie te wekken dat in mijn hoofd ik nog eigenlijk 30 ben. Nee, ik ben een bejaarde. En daar ben ik heel gelukkig mee. Nou, dat weten we dan ook weer. Jij ook trouwens, dus.
Does that look like a happy guy? I think so, yeah. You do? Yeah, I think so. That you want a good day? Well, I'm thinking about important things and that makes me happy. True. Ik wou van de gelegenheid gebruik maken om nog even iets te laten zien van gisteravond, wat hierop aansluit. Dat kan ook. Sorry. Ja. Als we van mij overgaan naar mij, dat blijft. U komt uit Zeeland of u komt uit Sittard, u verstaat en u spreekt een taal die we niet eens verstaan hier. Dat begrijp ik ook totaal niet, dames en heren, dat die allochtonen allemaal in no time Nederlands moeten leren. En dat we een hele provincie hebben waar ze helemaal geen Nederlands spreken. Ik moet u teleurstellen dat zodra Limburg in negatieve zin genoemd wordt in mijn betoog, er onmiddellijk spontaan geapplaudisseerd wordt. Ja, zodat ik dan daarna altijd voorstel dat we Limburg aan België cadeau doen. Je bent dus van Maxime af, je bent van ons Camille af. Nou ja, en dan tenslotte natuurlijk de klap op de vuurpijl. We zijn van gekke Geert af. Ja, dit is een... witte Lamborghini. Goede god zeg. Heeft Mambo. Kijk, dit alleen al zou natuurlijk voldoende zijn om mij van aankoop te weerhouden. Bovendien zou een niet onaanzienlijk deel van mijn spaarcenten erin geïnvesteerd moeten worden. Maar er wordt sowieso niks aangekocht, ja. Hè, denk ik. Hij heeft onderweg verschillende malen vol gas gegeven en dat heeft mij nog nader gesterkt in mijn overtuiging dat dit een volstrekt belachelijke, idiote auto is. Hoe, jongens, broers, zitten jullie vaak bij elkaar? Zoeken jullie elkaar vaak op? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Er zijn er meer van. Wij weten al. Zijn er meer van Rossum? Ja, dat is er niet. We hebben een zuster en die is feitelijk op het terrein van het mopperen begaafder dan wij. Die onbeschrijfelijk. Die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Hoe heet zij? Mijn zuster heet Sis. Sis van Rossum? Ja. Die moeten we eens bellen. Die moeten we zeker eens bellen. En, en het leukste is een opname te maken terwijl zij chauffeert. Vanaf het moment dat de auto vaart heeft gekregen, stoot zij een oneindige... op dezelfde toon uitgesproken stroom van invectieven uit over alle andere weggebruikers die ook maar in de verte in de buurt komen. Ja. Dus daar vergeleken daarbij... Zo erg dat mijn zwager eigenlijk psychiatrische zorg nodig heeft. Dus vergeleken daarbij zijn jullie de zonnetje in huis? Oh, ik zeker. Hij niet. Rond Irak, ik was voor die inval, ik blijf voor die inval. Dat moest gebeuren, ja. Consistentie, dames en heren, is ook handig. Ook vooral als je ongelijk hebt. Maarten van Rossum? Ik begrijp niet waarom je consistent zou moeten zijn als je evident ongelijk hebt. Dat zeg jij. Van Rossum is een zeer gerespecteerd deskundige. Wetenschappelijke achtergrond. Mensen nemen onmiddellijk aan dat wat hij zegt, dat waar is. Dat is ook voorkomen juist. Hij pleit. Meneer Van Rossum, bedankt, meneer Stijnbroek. En wij zien elkaar binnenkort weer in een nieuwe aflevering van Beleg International. Tot dan, dag. Oh, is nu al afgelopen. Maarten, nou heb jij vorig jaar je de woede van alle Limburgers op je hals gehaald... door wat onaangenaamheden te zeggen over Limburg. Kan Drenthe wel rekenen op jouw genegenheid? Ja, het is een hele merkwaardige provincie. Want je komt dan uit Zwolle met de trein... En dan kom je eerst door Meppel, dat is de eerste stad volgens mij in Drenthe. Dan gaat de trein heel langzaam rijden, omdat ze eigenlijk daar nog niet gewend zijn aan de snelheden van het moderne verkeer. Dus dan loopt een man met een rode vlag voor de trein, tot je Meppel door bent. Dan gaat hij iets harder rijden en dan kijk je plotseling, onverwacht, kijk je in de oostelijke richting. Dan denk je, grote god, we zijn verkeerd afgeslagen, we zijn op weg naar Siberië. En dan zie je ook langs de spoorbaan zie je gebochelde boeren met grote puisten. Die manke ezels voortdrijven met karren met stroopbalen erin. En dan is het altijd toch weer een hele opluchting als je in Groningen arriveert. Femke Halsema is nog steeds verliefd, zei ze net. Een soort kalverliefde. Totdat hij komt en zegt, Femke, stay in Euroscam. Want dat gaat hij doen. Niet of dat gaat hij doen. Halsema persoonlijk zal benaderen. Nou, dat. Ik had een nieuwe tv gekocht en ik wou hem niet waar vrolijk openen. En ik dacht, wat zal ik eens draaien? En ik had notabene in de kwaliteitskrant gelezen, Bruce Willis. Hoe heet het ook, nummer 3?
Die Hard with a Vengeance, dat was nummer 3, was een hele lollige film. Ik dacht, nou ja, ik huur die film, dat was in de tijd dat je nog zo'n videobandje kon huren, het is lang geleden. Dus ik draai die film op mijn nieuwe televisie, ja, prachtig beeld daar niet van. En eigenlijk kan ik de gang van zaken vrij simpel samenvatten. Er was sprake van een hele grote wolkenkrabber waarin 1000 tot de tanden gewapende en jarenlang geoefende ninja-vechters aanwezig waren. En buiten stond Bruce Willis. Met een t-shirtje en een gescheurde spijkerbroek en van die sneakers aan, waarvan de veters loshingen. En na 90 minuten waren al die 1000 ninja-strijders, die waren dood. En het enige wat Bruce Willis was overkomen is dat een van zijn veters uit zijn schoen was geraakt. En dan denk je, hoe kan de kwaliteitskrant nou denken dat ik dat zo serieus kan nemen, zulke onzin. Het is zulke onbeschrijfelijke onzin. Verschrikkelijk gewoon. I mean, people need a good dose of unhappiness to be fully rounded personalities. Maarten, een tijdmachine, is dat wat voor jou? Er zijn natuurlijk wel wat lollige scenario's denkbaar. Dan ga je naar, even kijken, in de late jaren 80 van de 19e eeuw. Toen Hitler nog een klein jongetje was. En het klinkt even vreed. Hij rijdt op zijn driewielertje, rijdt hij de woning uit. En jij komt er aanrijden en zap. Je rijdt een kleutertje dood. En iedereen zegt van een rotstreek. En jij zegt dat scheelt 100 miljoen doden. Je hebt dat nieuws van 1 uur 's middags. En dat is zowel normaal nieuws als sportnieuws. En dan zegt die normale nieuwslezer, zegt de aardbeving in Pakistan, 45.000 doden. En dan even later op precies dezelfde toon, de reserve keeper van Go Ahead licht gewond geraakt bij het verslepen van het doel. En dan denk je, ja, wat een wonderbaarlijk soort van prioriteiten stellen wij in Nederland. Ik zou zeggen, donder op met dat sportnieuws en doe dat wat mij betreft op een aparte zender. En daarvoor in de plaats hebben ze Hoog Catharijnen gebouwd. Wat voornamelijk het ergste daarvan is dat er een enorme gevelwand eigenlijk gezet is tussen het station en de oude binnenstad. En die zou tegen de grond moeten. Maar nu gaan ze de hal verdubbelen, omdat er steeds meer treinen te laat zijn en ze daar eindeloos moeten wachten. Ze gaan daar ook de stretchers neerzetten en zo. Ja. En een zandkraam. Kraan. Dan komt ook een klein hulpziekenhuis en wat. Maar die gevelwand, die moet afgebroken worden. Pas dan sluit die stationsbuurt dus weer natuurlijkerwijze aan op de binnenstad. Duidelijk. Heren, mag ik jullie danken voor dit gesprek? Ja, we hebben veel te bespreken. Ja, en kom terug met Sis. Ja, met Sis. We komen terug met Sis. Ik denk altijd dat je iets nuttigs kunt zeggen. Dan is dat